Wilfried Peeters wordt vandaag 47 jaar oud. Hij mocht dus vanmorgen de gelukwensen in ontvangst nemen. Hij viert nu al jarenlang zijn verjaardag in de Ronde van Frankrijk. 19 jaar doe je toen, dus dat is een heel eindje. Hè. 9 als renner en 10 als ploegleider. Dus. Dat word je gewoon. Hè. Meestal moet ik heel veel afzien in de bergen en nu is het een keer in de wagen. In die 19 jaar tijd zag Peeters de wedstrijd en alles eromheen fel veranderen. Toen wij zelf renner waren, was het heel anders. Allee, anders. Het was de belangrijkste wedstrijd van het jaar. Het enige verschil nu dat de media-aandacht zoveel groter geworden is. Ook als je ziet het aantal tv-stations, het aantal mensen die hier constant aanwezig zijn. Qua massa langs de kant was het ook wel in onze tijd heel veel. Maar ik denk qua media-aandacht dat wel heel veel meer geworden is dan bij ons in onze tijd. Peeters kende veel successen in Frankrijk als renner en als ploegleider. Maar hij moet niet twijfelen over wat het leukste is. Als renner is veel leuker. Alhoewel, ik heb heel mooie tijden meegemaakt, ook als ploegleider. Ik heb de tijd met Vierenk meegemaakt. Ook de gele trui genomen. Ik heb dan overwinningen meegemaakt met Tom Steels als renner. Dat was nog veel meer. Ik heb ook met Cipollini, we hebben ook de derde gehad in de ronde. We hebben het ploegentijd gewoon 2 keer met de ploeg, dus qua sportief heb ik zelf heel veel prestaties geleverd in de Tour. Maar als ploegleider, ja, dan probeer je toch iets in elkaar te knutselen. En als je dan op die dag kan waarmaken, dan ben je des te meer tevreden. En, ik heb geluk dat ik met mensen kunnen werken, heb, zoals een Chavanel, als Fransman en ook met Vierenk. Dat zijn dromen om mee te werken en die kunnen van voren met jou een beetje tactiek bepalen en zij maken het toch waar. En dan is het des te meer. Dan met Tom Boon hebben we ook 4 ritten gewonnen. De groene trui gehaald. Dus het is niet de eerste keer dat we presteren. De voorbije week bracht nog geen succes, maar de ploeg had dan ook het geluk niet aan haar zijde. We hebben natuurlijk niet het geluk gehad de eerste week met de valpartij, dat we toch bepaalde mensen gekwetst zijn. Zelfs Tom Boon verloren. Op die manier is het moeilijker om terug met 9 man aan de start te geraken. Nu we op een andere tactiek beginnen kijken, dan we gaan in ontsnapping kijken. Zien wie altijd iemand mee is. En dan bepaalde renners die dan zich kunnen klaarmaken voor het eindschot op het einde. En dat we toch alle dagen iemand anders in ontsnapping hebben.